allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het tijd voor de vakantieshoplog. En ik heb massaal berichtjes van jullie gehad. Reacties op Instagram. Char, wanneer komt de vakantieshoplog? Ik zag dat je naar de Sephora was geweest. Wat heb je gekocht? En in deze shoplog ga ik je dat natuurlijk allemaal laten zien. Als je het leuk vindt om te zien wat ik exact heb gedaan op vakantie. Waar ik ben geweest. Hoe dat eruit zag. Alle details. Dan kun je natuurlijk nog even de vlog bekijken. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Ik zal hem even voor je linken in het i'tje. En daarin kun je natuurlijk ook zien dat we een aantal keer naar... verschillende stadjes zijn geweest. Ik heb het meeste gekocht in Alicante, maar ik heb ook nog een aantal keer bijvoorbeeld bij Allee Hop geshopt. Ik heb nog op het vliegveld iets gekocht, dus dat ga ik jullie laten zien. Het was niet per se echt door een shopvakantie. Ik ben natuurlijk ook wel eens een aantal keer naar Londen bijvoorbeeld geweest en dan koop ik natuurlijk veel meer, dus het is echt meer een beetje een soort extra. Maar ik heb alsnog best wel een aantal leuke producten gekocht, dus die wil ik jullie graag laten zien. Nou, ik begin met Allee Hop, als ik het goed uitspreek. Ik denk het niet, het is een Spaanse keten, maar voor mij is het Allee Hop. Is een beetje een soort van, de expo van vroeger. Ik weet niet zo heel erg goed waar ik het mee moet vergelijken. Maar het is een winkel met allemaal hebben dingetjes, met gadgets, accessoires, echt van alles, beauty dingetjes. Echt wel een hele leuke winkel. Komt wel vaker tegen in Spanje. En het is allemaal op zich wel leuk geprijsd. Sommige dingen zullen wat duurder zijn. Dan moet je een beetje doorheen kijken. Maar ze hebben echt wel heel veel leuke dingen. Nou ja, en uiteindelijk heb ik daar toch 3 dingen gekocht. Dus dat zegt wel dat ik toch wel fan ben van deze winkel. Niet allemaal op één en dezelfde dag. En ook niet in dezelfde winkel. Maar er zitten dus echt wel meerdere filialen in de omgeving. Zo heb ik er eentje gezien in Moreira, waar we zijn geweest. Ik ben in Alicante geweest. Ik heb er ook nog eentje in Valencia gezien. Dus het is allemaal best wel heel erg in iedere stad denk ik wel te vinden. Nou, mijn eerste aankoop is denk ik een beetje random, maar ik zag deze liggen in het schap en ik vond hem zo verschrikkelijk schattig en zacht. Nou, je kan wel raden wat het is. Het is deze knuffel. Volgens mij is het een schaap. Ik weet het niet 100% zeker, maar het leek mij een schaap. En hij is echt super zacht. Niet een beetje zacht. Dit ding is echt super zacht. En het deed mij heel erg denken. In Disneyland heb je van die knuffels. Dat zijn volgens mij sleepers of sleeping knuffels. Die liggen ook zeg maar zo op hun buik. Die zijn ook trouwens echt super zacht. Maar die zijn echt heel erg prijzig. Dan hebben we het echt over... Die zijn ook wel groter. Maar ik geloof dat die rond de €60 gaan. Dus dat is echt best wel heel duur. En kwalitatief vond ik deze dus echt top. En deze was maar rond de €10. Ik dacht, wauw, weet je wel. En ik vind het nog lekker om af en toe gewoon met een knuffelbeer te slapen. Laten we daar gewoon lekker taboes in doorbreken. Ik vind het fijn. En dan vind ik het lekkerst om een knuffel te hebben die plat is. Dus dat ik hem zeg maar zo tegen mijn buik kan aanliggen. En dat ik zo slaap. Dat vind ik gewoon het allerfijnst. Dus al met al, ik zit hier nu ook weer eraan. Het was zo'n zacht ding. Ik vond hem zo schattig. Dat platte. Ik denk, jij gaat mee. Dus die heb ik gekocht. Maar ze verkopen bij Allee Hop echt van alles. Maar dus onder andere ook knuffels. Zelfs speelgoed voor kinderen. Echt van alles. Het is echt een perfecte winkel om cadeautjes en dingen te kopen. Dus ik ben bijna jaloers dat het niet bij ons in Nederland te koop is. Ik heb ook nog dit gehaald. En dan zou je denken, Char, wat is dit? Het zijn meerdere dingen aan elkaar. Ik zal die clipjes zo even afhalen. En die strikjes. Misschien dat dit iets meer zegt. Of juist helemaal niet. Nou, het is een haartool voor heatless curls. Dus dit leg je dus zeg maar zo neer. En dan ga je dit zeg maar zo krullen. En zo kan je dan zeg maar gaan slapen. Nou, ik ben het al heel vaak tegengekomen op verschillende websites. Ik weet dat Booty Shop er bijvoorbeeld eentje heeft. Heb ik ook cadeau gedaan aan Naomi met haar verjaardag. Ik volg ook Eternal Muse Hair op Instagram. Die heeft ook van die dingen. Ja, het is gewoon ontzettend populair. En ik wil het nog steeds een keer proberen. Maar ik had geen zin om er heel veel geld aan uit te geven. Deze was maar een tientje. Dus ik dacht, perfect. Ik moet wel zeggen, hij is niet heel stevig zoals je kan zien. Dus het is misschien niet de beste kwaliteit. Maar ik dacht, ik wil het wel een keer proberen. En er zitten ook nog 2 van die zwarte scrunchies in. Om dus ook die vlechten weer vast te maken. Nou, mocht ik het dus helemaal niks vinden, heb ik in ieder geval 2 zwarte scrunchies. En er zitten ook nog 2 zwarte matte clipjes in. Ik heb het namelijk al wel geprobeerd op vakantie. Maar het bleef niet echt heel lekker zitten. Of ik heb het gewoon niet goed gedaan. Dus ik moet nog een beetje mee oefenen. Maar laat maar weten of jullie het hier een video mee willen zien. Maar deze heb ik in ieder geval ook gekocht bij Allee Hop. En deze vind ik persoonlijk de leukste aankoop. Ook het handigste. Dit is een manicure setje eigenlijk. Of in ieder geval zo'n first aid setje voor je nagels. Leuk hier girl power erop. Ze hadden verschillende hoesjes, maar ik vond deze het leukst. En eigenlijk had ik gewoon een pincet nodig. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus waarom zeg ik nagel? Pincet is niet voor je nagels. Nou, in ieder geval zitten 4 dingen in die dus heel handig kunnen zijn. Een nagelknipper, een pincet, een vijl en een schaartje. Ik had echt zieke uitgroei van mijn wenkbrauwen. Voordat ik op vakantie ging, heb ik mijn wenkbrauwen nog helemaal geëpileerd.
En na een dag of wat dacht ik echt van, wauw, er zitten hier allemaal haren. Echt, hoe dan? Nou, ik denk gewoon echt van de zon, vitamine D. Maar ik had dus geen pincet meegenomen, want ik dacht, ja, ga ik toch niet nodig hebben. Nou, man, I was wrong. Ik ga voortaan altijd een pincet meenemen op vakantie. Maar die vond ik dus in ieder geval in dit kitje. Best een heel fijn pincet, moet ik zeggen. Maar ja, ook een nagelknipper, een vel, een schaartje. Dit zijn altijd van die dingen die ik vergeet als ik ergens naartoe ga. Of die ik gewoon, ja, over het hoofd zie en dan in één keer denk, oh, die had ik echt nodig gehad. Dus ja, dit is perfect voor mij om dat te hebben op vakantie, in mijn tas. Maakt me niet uit, ik vond het gewoon echt perfect. Leuk, roze ook. Ik denk, ja, die moet ik hebben. 8 euro. Dus dat is wel een leuke deal. Ik denk dat ik de Sephora dingetjes lekker voor het laatst bewaar. Dus ik ga nu even een jump maken naar het vliegveld. Dus de terugreis. Daar ben ik bij, volgens mij spreekt het uit als Parfois geweest. Het is een winkel die ik wel vaker heb gezien. Volgens mij is het Italiaans eigenlijk. En het is een beetje een soort Bijou Brigitte. Alleen ze hebben ook kleding en best wel heel veel tassen. Maar bijvoorbeeld ook sieraden en kleinere tasjes, dingetjes, sjaaltjes. Echt van alles. Ja, we hadden op het vliegveld, moesten bij de gate wachten. Deze winkel zat ernaast. Ik had op zich wel genoeg geshopt, maar ja, ik vond twee dingetjes wel heel erg leuk, dus die heb ik uiteindelijk gekocht. En ik moet zeggen, leuk geprijsd wederom. Allereerst kocht ik dit en dan zou je denken, Char, wat is het? Het is een pasjeshouder. En het matcht echt perfect met mijn outfit, want deze is namelijk mintgroen, of ja, limoengroen. Wat is het voor groen? Het is niet appeltjes, het is wel limoen, denk ik. Ja, die heb ik in ieder geval gekocht. Hier aan de voorkant kunnen dus pasjes in, aan de achterkant kunnen pasjes en er zit een rits in. Zou je denken van, Char, had je dan geen pasjeshouder? Wat gebruik je dan? Nou, of een portemonnee of eigenlijk alleen een pinpas. Waardoor ik altijd klantenkaart of dat soort dingen vergeet waar ik gewoon nog pasjes van heb. Niet heel handig. En ja, ik vind heel veel pasjeshouders of van die klikhouders gewoon best wel duur. Dus ik dacht, ja, nee. Ik ben nog steeds niet de ideale tegengekomen. Nou, en toen stuitte ik dus op deze bij de Parfois. Ik vond de kleur allereerst al heel erg leuk. Er konden best wel wat pasjes in. Er kon dus ook muntgeld of biljetten of wat dan ook in. Bonnetjes. Ik denk, ja, deze vind ik nou echt leuk. En deze kostte 8 euro. Dus ik dacht, ja, die neem ik sowieso mee. Ik vind hem in ieder geval heel erg leuk. Dus deze ga ik in ieder geval zeker gebruiken. En toen had ik eigenlijk al het idee om naar de kassa te lopen. En ja, dan is het het beste om gewoon niet om je heen te kijken bij de kassa. Want ze zetten altijd iets neer wat mensen triggert. Zo ook bij mij stond nog een stand met oorbellen. En ik had mijn oog ergens op. En toen dacht ik, oh, die zijn best wel heel erg tof. Ik heb trouwens verschillende leuke oorbellen gezien. Dus ze hadden best wel echt leuke dingen. Zoals jullie weten, ik heb echt een oorbellentik. Dus ja, ik vind dat gewoon leuk. Ik zag ook nog oorbellen met een soort bloemen. Groot metaal, koraal waren wel wat zwaar. Dus die heb ik uiteindelijk niet genomen. En toen kwam ik dus deze tegen. En deze waren best wel heel leuk geprijsd voor wat ik zag. Dus ik dacht, oké, ja, dit wil ik gewoon hebben. Het is echt totaal iets anders dan wat ik bijvoorbeeld nu in heb. Dus ik heb qua sieraden smaak, gaat het van, ja, dit bijvoorbeeld. Oh, het is zeg maar nog wel subtiel, maar kleur en alles. Ik vind deze trouwens ook heel erg leuk. Deze heb ik bij Bijou Brigitte gekocht, nog in de Westfield Mall. Ik heb het dus deze gekocht bij Parfois. Nou, is heel strak, het is mat, het is zilver. Dus wat ik zeg, het is heel iets anders dan dit. Maar ik vond ze echt super tof. En ze waren maar 7 euro. 7 euro. Ik dacht echt, wat? Het ziet er gewoon heel expensive uit. Dus ik dacht, ja, nee, dit vind ik wel tof. En dit kan naar een feestje, misschien zelfs op mijn werk, gewoon met iets straks. Dus ik dacht, ja, nee, deze vind ik nou echt heel tof. Dus die heb ik gekocht. Ja, dus in totaal heb ik toch nog 2 items gekocht bij Parfois. En ik ben wel met beide heel erg blij. Dus normaal koop ik niet echt heel vaak iets op een vliegveld. Omdat het, ja, meestal van die winkels zijn dat je denkt, eh. Maar als ik nog eens op Alicante vlieg, dan ga ik zeker weer naar Parfois. Want dit was wel echt een goede aankoop. Ik bedoel, voor deze 2 items, 15 euro. Perfect. Dan heb ik hier ook nog iets leuks kleurrijks in mijn handen. Het gaat van lila naar een beetje ombre geel. Het is heel lastig om zo op camera te laten zien. Dus ik ga het eerst vertellen. En dan zal ik er een aanshot van laten zien hoe die op de website staat. Ik heb hier namelijk een jurk in mijn handen in eerste instantie. Van Zara. Ik had een... eigenlijk wilde ik nog naar Zara als ik het in Alicante zou tegenkomen. Voor een andere jurk. Was een soort wit gehaakt. Heel tof. Die zag ik daar niet, dus ik heb dat gewoon uit mijn hoofd gezet en gedacht, oké, ik heb best wel genoeg zomerkleding gekocht, zoals jullie weten. Dus ik dacht, nee, het is goed zo. Maar ik was toch in de Zara en ik liep dus tegen deze kleuren aan eigenlijk vooral. Dus echt dat, ja, het is een beetje donker lila met een soort van gele ombre. Het is een bepaalde luchtige stof. Ik denk, oké, wat is dit? Ik vind dit leuk. Hij was in ieder geval €29,95. Nou, dat vond ik al best wel een leuke prijs. En ik wist nog niet eens wat het was. Het is dus eigenlijk een jurk.
Ik ben 1,90, dus voor mij zijn korte jurken, want het is echt een korte jurk, is geen jurk. Dus je zou kunnen zeggen, voor mij is het een lange top. Ik vind hem heel erg leuk. Er zitten een soort van belijningen in, dus hij zou ook best wel prima kunnen gedragen worden zonder BH. Met bijvoorbeeld van die plakkers of booptape, zodat het wel gewoon netjes blijft zitten. Hij is strapless. En hij heeft dus gewoon ja, mooie plooien zo eroverheen. The only struggle is dat ik niet weet waar ik het mee moet combineren. Ik heb het geprobeerd met een witte broek. Vond ik op zich wel oké, maar ik vond het niet wauw. En het is gewoon echt wel te kort voor een jurk. Dus ik heb eigenlijk iets gekocht waarvan ik vooral vond dat het gewoon een leuk item was. De kleuren, het is een bijzonder iets. Maar ik moet echt nog een beetje gaan kijken waar ik dit mee wil combineren. Dus misschien dat als jij dit ziet dat je denkt, Char, dat is super leuk met die kleur of met die kleur. Ik heb ook een lila broek van Guts & Gusto, maar het is niet dezelfde kleur lila. Dus was ook niet zo heel erg succesvol. Ik vind hem in ieder geval heel erg tof. En voor degenen die hem wel kunnen rocken als jurk, is het zeker een aanrader. Maar Char gaat nog even ondervinden waar ze dit mee gaat combineren. Maar dit is in ieder geval mijn aankoop van de Zara. En ook het grappige, dit is mijn eerste aankoop van Zara ever. Ik ben al best wel vaak in de Zara geweest, onder andere ook in de Westfield Mall. Kan ik nooit slagen. Nu in Spanje zag ik allemaal leuke dingen. Dus ik dacht echt, oké, ik ga voortaan alleen nog maar naar Zara in Spanje. Want daar is het gewoon beter en goedkoper zelfs. Dus dat was wel interessant. Nou, ik ben dus bij Zara in Alicante geweest. En in Alicante ben ik nog bij onder andere twee andere winkels geweest. Onder andere dus Sephora. En als ik het goed uitspreek, El Corte Inglés. Volgens mij is het een soort van bijenkorfachtig in Spanje. Ik ben er 2 jaar geleden ook geweest. Die zit best wel dicht bij de Sephora, dus dat is handig. En er zit daar ook nog een Sephora shop-in-shop, zeg maar, wat we vroeger bij de V&D hadden in Nederland. Is niet huge, zeg maar er zit er wel één. Maar er zitten ook nog heel veel andere cosmetica-merken, waarvan echt high-end, Chanel, Dior, ga zo maar door. Maar ook Rimmel, Maybelline, Max Factor, L'Oreal, ook Triina, NYX, wat heb ik nog meer gezien. Volgens mij Deborah Milano. Van alles. En daar heb ik ook nog wel wat leuke dingetjes gekocht. Ik zei het net al even, Triina. Volgens mij spreek je het uit als Triina. Is volgens mij een Zweeds merk. Dit verkopen ze ook bij Lyko onder andere. Maar volgens mij ook sinds kort bij Douglas. In ieder geval online. Het is best wel een leuk merk. Verschillende producten waarvan heel veel verschillende kleuren. Want ik heb hier bijvoorbeeld die Automatic Lip Pencil. En die heb je echt in, nou ik zal niet overdrijven, denk ik wel 20 kleuren. Van echt nude naar rood, donker, zwart. Echt superveel. En allemaal best wel leuk geprijsd. Nou, deze lip liner kende ik al. En die kwam ik toevallig laatst tegen bij Sofdas Live. Die testte deze lip liner. En die was helemaal hot to the bottle van de smoothness, van de kleur. En ik zat die video te kijken en het was sinds tijden weer dat ik er echt naartoe gegrepen werd. Zo van, oké, die moet ik ook hebben. Nou was die bij Lyko toevallig laatst uitverkocht. En nu liep ik er tegenaan en dacht ik, ja, ik ga deze toch eens even swatchen. En dit is de populaire kleur 503. Nou, volgens mij is het een beetje de pillow talk van Triina. Want 503 is tevens de kleurcode voor een aantal andere producten. Ik heb ook de lipsticks aan swatchen. Ook heel mooi, maar ja, ik zal het zo wel laten zien. Ik heb weer genoeg lipproducten gekocht. Dus dat was even nu niet handig. Maar 503 is dus wel een kleur om te onthouden. Want ze hebben echt een aantal hele leuke producten ervan. Waaronder dus de lipstick. Volgens mij is ook een blush ervan. Een soort cream eyeshadow. Volgens mij ook een oogpotlood. Dus ja, echt wel heel erg nice. Het is zo'n automatisch lippotloodje, dus die je zo moet draaien. Ik zal hem wel even swatchen. Het is een beetje een bruin-rossige kleur. Nou, zoals je ziet, heel erg smooth. Echt super zacht. En echt gewoon perfecte lipliner kleur. Dus ik dacht, ja, die wil ik wel hebben. En Triina is ook best wel leuk geprijsd. Deze was €12,95. Dus dat vond ik een goede deal. En dan was ik laatst dus bij Lyko online al aan het kijken naar producten voor de Lyko video die ik afgelopen zondag heb geüpload. En uiteindelijk kwam ik daar ook onder andere dit product tegen. Waarvan deze kleur helaas uitverkocht. Maar dus wel nog bij El Corte Inglés. Dus ik dacht, ja, dit vind ik ook wel nice. Dit is de Rimmel Kind & Free Tinted Lip Balm. En dit is de kleur Apricot Beauty. Het is gewoon een, ja, getinte lippenbalsem, dus het is niet heel spannend. Het ziet er wel nice uit, ook met dat blauw. En het leek mij een beetje een Black Honey-achtige shade. Dus ik dacht, ja, die wil ik wel hebben. Het is dus echt een lipbalm, dus het is niet een hele gepigmenteerde lipstick. Maar ik werd hier gewoon heel blij van. Het voelde lekker, het ruikt lekker. Dus ik dacht, ja,
die wil ik wel hebben. Ik heb al heel lang niks gekocht van Rimmel. Dus het was even weer zo van, hey, drugstore shoppen. Maar deze vond ik wel heel erg nice. Dus, en ik denk trouwens dat ze samen ook wel heel erg leuk te combineren zijn, kom ik later achter. Dus dat heb ik in ieder geval gekocht bij de El Corte Inglés. Maar mams die kocht ook nog twee dingen. Waaronder deze parfum. En dan zal je denken, char damn. Is je hoofd zo klein geworden of is deze fles zo groot? Deze fles is groot. 150 milliliter. Ik heb geen parfum verder, zover ik nu even achter me kijk, met dat formaat. Alles is max 100 milliliter, dus dat was al heel erg bijzonder. En we hadden helemaal niet zoiets van we gaan parfum kopen of zo, want wij hebben hier thuis echt genoeg. En we kopen ook niet vaak iets onbekends. Maar nou, mams vindt het altijd wel leuk om toch even te kijken. Dus ik stond ondertussen bij Triina en bij Rimmel. En zij stond bij de parfums. En dit is het merk Victorio & Luchino. Dus ik kreeg een beetje Victor Hall vibes hiervan. Ook van de fles. Ik zag meerdere geuren. En mama werd getrokken naar, volgens mij is die nummer 17. Flor Sensuel. Flor van Floral waarschijnlijk. En die spuiten het gewoon op en die dacht echt, wauw, wat een goede geur, Charlotte, kom eens ruiken. Dus ook ik kwam even snuffelen en ik dacht echt, ik zeg wat lekker, wat goed. Stond er natuurlijk weer geen prijs bij. Nou, onze ervaring, als er geen prijzen bij staan, dan schrik je vaak van het bedrag. Dus we hadden zoiets van, nou, weet je, we hebben het niet nodig, maar ja, het ruikt toch wel heel erg lekker. Dus mams uit nieuwsgierigheid toch maar even naar de verkoopster toe gelopen. Van joh, wat kost deze? Nou, ga je niet geloven. Het is dus echt een goede geur. Het is wel een eau de toilette, dus hij blijft niet heel erg lang hangen. Maar het is wel echt een lekkere geur. Ik kan het niet echt ergens mee vergelijken. Dat vind ik lastig. Maar het is bloemig, tegelijkertijd een beetje houtachtig. Dus het is wel een wat sensuelere geur. Dus Floral Sensuel is perfect eigenlijk benoemd. Hij is 13 euro. Je hoort het goed, 13 euro. Dus mams had echt zoiets van, Oké, hebben. Dus ja, gewoon echt leuk. Gewoon een leuke ontdekking, een fijn parfum. Wat ik zeg, hij blijft niet super lang hangen, maar het is wel echt een hele goede geur. Dus mocht je deze toevallig tegenkomen in Spanje of elders en op zoek zijn naar een lekkere parfum, voor 13 euro is het echt een aanrader. Ik vind het ook een ja, mooie fles, een beetje dat rokerige zwarte glas. En je doet er in ieder geval lang mee, dus die hebben we in ieder geval gekocht. En bij de Sephora kwam mams de lipsticks tegen van KVD Vegan Beauty. Die vindt ze heel erg fijn. Dat zijn de Everlasting Liquid Lipsticks. Maar de kleur die zij graag wilde, die hadden ze niet meer bij Sephora. En toen zeiden ze van, joh, ga naar El Corte Inglés. Daar heb je ook KVD. Daar hebben ze misschien wel. En inderdaad, zij had de kleur Painted Tongue op haar wishlist. Nummertje 78. En die kon ze daar dus wel kopen. En ik vind het persoonlijk ook best wel een hele toffe kleur. Het is echt heel fel koraal. Totaal eigenlijk niet iets wat mams vaak draagt. En juist daarom wilden ze hem hebben. Ze heeft inmiddels denk ik al een stuk of 3, 4 van deze lipsticks. Dus ze vindt ze wel echt heel fijn. Ik zal hem wel even swatchen. Het is wel echt gewoon een zomertint. Maar juist daarom vind ik hem heel erg tof. Ze heeft hem nog niet opgehad. Maar wat mij betreft moet ze dat snel gaan doen. Want het is echt een hele mooie kleur. Hij is super dekkend zoals je kon zien. Totaal niet dikkig of korrelig of wat dan ook. Blijft ook echt heel goed zitten en wordt niet te droog. Ik heb er ook wel eens eentje op gehad. En ja, ze zijn nou eenmaal mat. Dus mijn favoriet zal het nooit worden. Maar het zijn best wel hele goede liquid lipsticks. Dus ja. Dus deze heeft mams onder andere gekocht. Ze heeft ook nog een aantal andere items gekocht bij Sephora. Maar niet ja, heel baanbrekend nieuw of zo. Dat ik het per se wilde laten zien. Maar deze vond ik wel leuk om even te laten zien. En deze is €21,99. Nou, dan ga ik dit even van mijn hand afhalen. Want nu gaan we verder naar Sephora. Nou, de vorige keer dat ik bij deze Sephora was in Alicante. Was tijdens de COVID-periode, dus toen was het met mondmaskers sowieso nog, maar ook weinig voorraad. Dus op zich heb ik vorige keer niet weinig gekocht, maar dit was meer een goed beoordelen van oké, hoe is het nu, hoe ziet het eruit? Hier mocht trouwens ook wel weer swatchen, dat mocht vorige keer eigenlijk niet. Dus fijn om gewoon lekker alles weer te kunnen, even vooropgesteld. Wel een aantal merken die ik niet heb gezien, dus of dat vervangen is door andere merken of dat ze het überhaupt gewoon niet hebben bij Sephora in Spanje, dat weet ik niet. Onder andere Natasha Denona. Ik had een stuk of 3 items op mijn wishlist die ik in ieder geval wilde swatchen. Ik heb niet de kans gehad. Ik kreeg namelijk al een aantal keer van jullie de vraag van joh, het is toch zo je favoriete merk? Ligt het aan mij of heb je al heel lang niks van Natasha getest? Ligt niet aan jullie, dat klopt. Ja, de afgelopen tijd vond ik de launches gewoon niet zo heel wauw, dus ja, heb ik voor andere dingen gekozen. Maar ik heb dus nu ook niet de kans gekregen om wat nieuws te kunnen kopen. En even kijken, wat had ik nou nog meer niet gezien? Ik heb Hourglass niet gezien. Dus ja, toch merken wat me opviel dat ze die niet hadden, maar wel
wel heel veel andere leuke merken en ook een nieuw merk. In ieder geval was mijn bedoeling om niet te veel te kopen. Dat is niet helemaal gelukt. Ik heb wel een paar backups nog sowieso. Dus die tel ik eigenlijk even niet mee als nieuwe producten. Maar ik had een vrij lange wishlist gemaakt. Waarvan, ja, dus drie dingen, Natasha Denona, kon ik al afstrepen. Die heb ik alweer vervangen door andere producten. Dus ja, ik heb gewoon lekker geshopt en ik laat het jullie gewoon zien. Een aantal producten waren dus uitverkocht die ik graag wilde. Maar er was ook leuke nieuwe ontdekkingen. En ook een product waarvan ik sowieso verwachtte dat het uitverkocht was. En het was er nog, dus zo zie je maar. Ja, ik heb in de vlog natuurlijk wel een beetje de winkel gefilmd. Maar ja, het is altijd lastig om daar binnen te filmen. Ook qua muziek en alles. Dus er zit geen voice-over of iets onder. Maar dan heb je wel een beetje een beeld van hoe groot is die winkel. Wat hebben ze er allemaal en wat ligt er in de schappen. Dus als je dat leuk vindt, kan je dat in ieder geval checken in de vlog. Nou, ik kwam bij binnenkomst gelijk bij Fenty Beauty. En wat er op mijn wishlist stond was de nieuwe mascara. De Hella Thick Volumizing Mascara Fenty Beauty. Grappig, de naam heet 'Cause I'm Black. Super grappig. Volgens mij is er ook maar één kleur. Maar goed, Fenty heeft het een naam gegeven. Dit is hoe dat hij eruit ziet. Ik heb de... Ik ben heel veel kwijt hoe die oude mascara heet. Maar die heb ik ook gehad in het verleden. Getest in ieder geval. Vond ik niet heel wauw. En ja, hier zou je dus echt dikke, volumieuze wimpers mee moeten krijgen. Ik vind het aan de ene kant heel tof. Aan de andere kant vind ik het wel een beetje spannend hoe klonterig die wel niet is. Maar ik dacht, ja, ik wil hem toch wel proberen. En ik vond hem echt heel erg meevallen van prijs. €19,99. Ik denk, oké, voor mijn gevoel is mijn mascara altijd veel duurder of zo. Dus ja, vond ik best wel een leuke... verrassing. Dat ik denk, nou, is wel een leuke prijs om te proberen. Ik heb nu in totaal 3 nieuwe mascara's. Dus ik weet niet of ik hem gelijk ga gebruiken. Ik denk dat ik hem nog even bewaar voor een make-up testen video. Maar ik ben hier wel heel erg benieuwd naar of dit een nieuw favoriet zou kunnen worden. En of dit, zeg maar, de manier is om heel snel volume in mijn wimpers te krijgen. Want dat is wel wat hij claimt. Dus ik ben heel benieuwd. Dan kocht ik onder andere een backup van mijn Milk Setting Spray. Die van mij is namelijk bijna op. En ik heb vorig jaar wel een mini kunnen kopen, maar geen full size. Dus die heb ik nu wel gekocht. Volgens mij waren er nog een stuk of 3. Dus was wel wat voorraad dit keer. Ja, ik vind het gewoon de fijnste setting spray. Zorgt ervoor dat mijn make-up de hele dag... Ik vind het gewoon echt de fijnste setting spray. Zorgt ervoor dat mijn make-up gewoon de hele dag blijft zitten. En tevens ook gewoon een mooie hydratatie krijgt. Denk dat dit nu de 4e is die ik aanschaf. Dus ja, dat zegt wel hoe fijn die is. Dus ik heb weer een backup gekocht. Ik denk dat het voor mij nog een kwart ongeveer in zit. Dus ik hoef hem niet gelijk te gebruiken. Maar ik heb in ieder geval geen stress dat hij bijna leeg is. Ja, en voorheen kocht ik soms echt 2, 3 van deze backups. Tegenwoordig ben ik daar iets terughoudender in. Mocht er bijvoorbeeld een aanbieding geweest zijn, had ik er misschien wel 2 gekocht. Maar voor hetzelfde geld komen er volgend jaar of het jaar daarop weer allemaal nieuwe setting sprays. En vind ik deze helemaal niet meer zo fijn. Of heb ik een nieuwe favoriet. En dan zit ik met 3 backups. Dus dat leek me niet zo heel handig. Dus ik heb gewoon eentje gekocht. En die is €29,99. Dan heb ik ook nog een mascara van Tarte gekocht. Nou, deze had ik vorig jaar al een keer geprobeerd. Volgens mij heb ik deze gekocht bij Sephora vorig jaar tijdens de Meet & Shop. Er viel mijn ogen op. Hoorde ik hele goede dingen over. Ik dacht, ja, die wil ik wel. En die gebruikte ik vaak in combinatie met mijn Lash Idol van Lancôme. Dus eigenlijk als topcoat, zeg maar. Echt een hele fijne mascara. Dit is de Tartelette Tubing Mascara. Dus dat wil zeggen, het is een mascara die er heel makkelijk kan opbouwen. Dus het wordt nooit snel te veel. Dus daarom is hij perfect ook als topcoat te gebruiken. Hij is ook mooi op zichzelf, maar het is vooral een goede final step, zeg maar. En het gaat er heel makkelijk van af. En dan bedoel ik dat in de positieve zin, dat ik niet heel hard hoef te boenen met mijn oogmake-up remover. Vind ik heel fijn met deze. Ik hou deze nog dicht, wat ik al zei. Ik heb een aantal nieuwe mascara's gekocht, dus het hoeft nu niet direct open. Maar ik vond hem wel heel erg fijn. Dus ik had hem echt wel op mijn lijstje staan dat als ik of een vriendin naar Sephora zou gaan, dat ik hem mee zou willen nemen. Dus die heb ik ook gekocht. En ja, ik vind dat in ieder geval wel iets positiefs. Het feit dat ik hem opnieuw koop, die echt wel heel erg fijn is. En deze kost €29,99. Dus deze is dus €10 duurder als die van Fenty. Dus dat zegt wel dat die van Fenty best wel leuk geprijsd is. Dan hoorde ik heel veel goede dingen over deze nieuwe concealer van Givenchy. Onder andere Pedi Calanzo, die ik best wel veel video's van kijk, vond dit helemaal fantastisch. Nou, zij had ook de Lancôme concealer als favoriet gehad. Dus ik dacht, dit triggert mij wel om deze te gaan gebruiken. Ik was wel heel erg aan het struggelen met de kleuren in de store. Eigenlijk net als met die van Lancôme, fantastische formule, want het zag er echt heel impressive uit op de swatches. Maar echt gewoon heel geel, of heel wit, of heel donker, of heel licht. Ik denk, oh, wat een drama dit.
Toen dacht ik, oké, die van Lancôme is perfect voor mij. Die bijvoorbeeld nu ook op, ondanks dat ik best wel bruin ben geworden. Ik ga die even swatchen, doe ik deze ernaast. De lichtste drie kleuren van Lancôme lagen er niet tussen. Ik dacht echt, precies de kleur die ik heb, kon ik dus niet swatchen. Dus ik heb toch maar een beetje de gok gedaan. En ik denk dat die alsnog wel aan de donkere kant is. Maar ja, ik ga het gewoon ervaren. Dit is in ieder geval de Prisma Libre Skin Caring Concealer van Givenchy. Ik heb uiteindelijk W245 gekocht. En ik moet zeggen, hij is wel wat aan de warme kant. Ik denk dat ik hem nu dus wel goed kan hebben. Maar dan is de vraag, hoe lang kan ik hem gebruiken? Dus wel een beetje zonde, want het is best wel een duur concealer. Maar ik dacht, it is what it is. Ik kan niet meer ruilen. Ik ga het gewoon ervaren. En is die helemaal fantastisch, maar gewoon echt de verkeerde kleur. Ja, dan zal ik hem toch opnieuw moeten kopen. Dit is in ieder geval de concealer. Hij is best wel huge. Het zou echt een grote lipgloss kunnen zijn, bij wijze van spreken. Het is vooral echt een hele liquid-achtige formule. Ik zal hem wel heel eventjes swatchen. Zal ik het laten zien. Kleur is dus wel wat aan de gelige kant. Ik heb even weer zo'n plek geswatcht, waar je het heel goed kan zien. Het valt wel mee, maar ik denk dat ik hem toch ietsjes neutraler had gewild. Maar zoals je ziet, hij is echt super liquidy. En dat vind ik voor een concealer, dat hydrating, dat skincare, is natuurlijk best wel een beetje hip en alles. Maar vind ik gewoon heel erg mooi. Dus ik wilde het ervaren. Ik heb niet heel veel producten van Givenchy. En ik merk dat het merk me steeds meer aanspreekt. Dus ik vind het leuk om hier wat meer van te proberen. En ik ben heel benieuwd naar deze concealer. Dus deze komt sowieso in de make-up testen video. Want ik kan niet wachten om deze te proberen. Het is wel een beetje een gokje. Want het is wel een prijzige concealer. Hij is echt wel luxury te noemen. Hij kost namelijk €37,99. En nou zit er wel best wel wat in. Want het is 11 milliliter. Dat is best wel veel voor een concealer. Dus you better be good. Otherwise you were very, very expensive. Maar ik wil het gewoon heel graag proberen. Dit is echt zo'n product waarvan ik dacht, nee, ik doe het niet. Nee, ik doe het wel. Nee, ik doe het niet. Nee, ik doe het wel. Dan doe ik het toch. En dan hoop ik dat het heel fijn is. Dan heb ik ook iets gekocht van Rare Beauty. En eigenlijk had ik meer op mijn lijstje staan. De lip oils, de nieuwe lip oils. Daar hadden ze nog maar één kleur van. Volgens mij is dat de kleur Happy of Joy. Een van die twee. Een beetje oranje kleur. Ja, is gewoon niet mijn ding. Dus ik had zoiets van, ik ga geen kleur kopen omdat er nog één is. Omdat dat toevallig die kleur is. Terwijl ik hem zelf nooit zou kopen. Dus ik dacht, nee. Nou hoorde ik ook best wel dat het meer een lipsteen was dan een oil. Dus dat hij heel erg zou indrogen. Dus ik dacht, weet je, laat maar niet. Dan hadden ze nog de highlighter in de kleur Reflex of Reflect. Een van die twee. Die gaat helemaal viral op TikTok. Omdat je hem als bronzer, blush en zelfs als een soort highlighter kan gebruiken. Dus ik dacht, die wil ik wel heel graag proberen. Uitverkocht. Dus dat was heel erg balen. En ja, zo waren er wel meer producten van Rare Beauty die ik wel geswatcht heb, maar die ik uiteindelijk niet heb gekocht. Maar wat ik ook op mijn wishlist had staan en echt verbaasd was dat er nog één was, het was de laatste, is deze, de highlighter van Rare Beauty. Dat is de Positive Light highlighter in de kleur Exhilarate. Volgens mij zijn er in totaal 4 kleuren. Mesmerize is de rossige kleur. Die heb ik al in een liquid. Is gewoon niet mijn kleur. Is gewoon te cool eigenlijk. Enlighten is de lichtste kleur. Die is een beetje wit. Nou, dat is ook niet helemaal mijn kleur. En dan heb je Exhilarate. Een beetje champagne. En je hebt nog een donkerdere kleur. Nou, de enige kleuren die er nog lagen waren dus deze en Mesmerize. En ik had heel erg mazzel, want op het moment dat ik deze pakte, stond er iemand naast mij die toevallig die andere kleur pakte. Dus ik was heel erg blij dat zij die koos en ik deze. Dus dat was helemaal prima. Ik was ook heel erg panisch dat hij kapot zou gaan in mijn koffer, maar hij heeft het overleefd. Ik presenteer jullie een prachtige highlighter die echt op het oog alleen al super metallic is. Deze ziet er gewoon echt fantastisch uit. En ik heb de vorige keer bij mijn make-up opruimen video verteld dat ik gewoon niet zoveel highlighter meer wil kopen. Want ja, ik gebruik toch alleen maar mijn favorieten. Maar deze had wel zodanig een vibe dat ik dacht, ja, maar dit kan best wel eens een hele nieuwe favoriet worden. Dus ik heb hem gekocht. Ik heb hem geswatcht in de winkel en daar was ik echt blown away. Dus ik weet al hoe die eruit ziet, maar ik ga hem voor jullie nog even swatchen. Hij is echt super zacht. Het is echt zo'n baked formule, maar ja, pigment is echt bizar gewoon. Het lijkt net een Super Shock Shadow van Colourpop. Het is gewoon echt prachtig. Als we het hebben over highlighter, dan hebben we het absoluut over deze. Het is echt bizar. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Niet een beetje, maar heel. Dus dit maakte heel mijn shoptripje gewoon gelijk een team. En deze kostte €29,99. Nou, dan kom ik dit product nog tegen bij KVD Vegan Beauty. Mijn moeder stond dus bij de lipsticks te kijken en ik stond naast haar. En ik heb eerst aan de Good Apple Serum Foundation zitten kijken. En toen dacht ik van ja,
ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Hoor ik wel goede dingen over. Maar ik had ook net een nieuwe CC cream besteld van It Cosmetics bij Lyko. Dus ik had het niet per se nodig. Een nieuwe foundation is toch al gauw weer €1,40. Dus ik had zoiets van, nah. Ik heb niet echt heel veel vragen ernaar gekregen van Char, wil je die foundation alsjeblieft testen? Dus ik dacht, nou, ik denk dat ik het dit keer wel even kan overslaan. En ik had een beetje issues met de kleuren, dus ik dacht, nee, skip. Toen heb ik nog staan kijken bij mijn favoriete product van KVD Vegan Beauty. Dat zijn de Dazzle Sticks. En dit is de kleur Flash Storm. Ik heb Electro Bolt. Dat is een beetje een koper, ja, soort van greenish kleur. Echt prachtig. Ik heb ook een zilveren kleur. Die heb ik vorig jaar op de bruiloft gedragen bij de pizza party. Die vind ik iets minder. Die is gewoon wat minder bijzonder. Die is gewoon zilver. Dan had je nog Heel Search. Dat is een beetje een champagne kleur. En Flash Storm. Nou, ik had niet per se zoiets van ik ga deze kopen of zo. Maar ik swatchte hem en ik dacht, oeh, it's nice. Dus ja, die heb ik gekocht. Ja, het is wel echt een heel mooi product. Sowieso is het gewoon een hele mooie glow. Maar deze had echt een beetje een soort van duochrome. Dus ik dacht, oeh, jou ken ik nog niet. Jou vind ik wel nice. Het is niet echt een hele lichte kleur. Dus ik denk wel dat het een beetje een smoky lookje is waar ik bij dit draag. Maar ja, ik vond het wel echt een mooie kleur. Dus dit is nummer 3 van dit product. Dus ja, ik ben wel fan. Absoluut. Ik vind van alle producten die KVD Vegan Beauty heeft, denk ik dat ik de Dazzle Sticks en de Liquid Lipsticks wel de it producten vind. Dus die heb ik gekocht en die is €22,99. Ik denk dat ik mijn favoriete product gewoon lekker expres voor het laatst ga bewaren. Ik heb in ieder geval ook nog een product gekocht van Make Up For Ever, deze lip liner. Ik ben de afgelopen 2 maanden heel erg into TikTok. Als ik me verveel, dan ben ik gewoon de hele tijd alleen maar TikTok aan het swipen. En het zal jullie vast niet verbazen dat er ook best wel veel beauty voorbij komt. En ik kwam deze lip liner echt op een gegeven moment bij iedere Amerikaanse TikToker tegen. Dat ziet er wel echt nice uit. Ik denk, ik ga toch even een kijkje nemen. Dus ik was eigenlijk al praktisch bij de kassa toen ik in één keer zag, oh, ze hebben Make Up For Ever. Dus ik rende echt zo naar dat schap en ik dacht, oh, ze hebben waarschijnlijk die kleur niet, want die is zo viral. De laatste wederom. Maar goed, ze hadden hem dus. Het is echt een lange lip liner. Dat vind ik altijd heel chill bij Make Up For Ever. Ze zijn wel prijzig, maar het zijn echt wel, ja, voor je geld krijg je het wel. En dit is de Artist Color Pencil in de kleur Anywhere Caffeine. Het is ook prima geschikt als oogpotlood, maar ja, iedereen gebruikt hem dus als lip liner. Ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Ik ga hem nu wel voor het eerst swatchen, maar ik heb hem natuurlijk in de winkel al geswatcht. Wat mij betreft echt de perfecte nude lip liner. Niet te donker, niet te licht, niet te koel, niet te warm. Ja, ik werd hier heel erg blij van. Het is wel echt een hard potlood, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus echt een strakke liplijn. Maar dat vind ik juist ook wel fijn voor de afwisseling. Dus ik ben hier heel benieuwd naar of dat die bij mij ook viral gaat, om het maar even zo te zeggen, in mijn collectie. Maar die heb ik in ieder geval ook gekocht. Ik heb niet eens in de prijs gekeken. Ik dacht, iedereen heeft hem, iedereen loves it. Ik moet hem ook hebben. Deze is €21,99. En dan het allerlaatste product van deze video. Dat is mijn allereerste product van RAM Beauty. Want naast de Fenty stand stond namelijk een schap met RAM Beauty. Dus ik wist wel dat het sinds kort verkrijgbaar was bij Sephora. Maar ik was even totaal vergeten dat het misschien hier ook was. En het was er, dus dat was heel erg leuk. Ik heb maar 1 product gekocht. Ik had eigenlijk meer willen kopen. Onder andere de liquid eyeshadows. Ja, fantastisch, super mooie kleuren. Maar de kleuren die ik wilde waren allemaal uitverkocht. Dus dat is een beetje jammer. Dan had ik nog de blush stick gezien. Addition heet volgens mij die kleur. Ook een heel populair product van RAM Beauty. Maar ik twijfelde een beetje over de kleur. Dus ik had zoiets van, nee, ik denk dat ik deze even skip. Even kijken of ik nog meer zie liggen. De brow gel was ook wel heel erg populair. Maar ja, ik heb met Lyko alweer een nieuwe brow gel. Ik dacht, weet je, niet nodig. Maar ik dacht, ik wil er wel iets van proberen. Oh, de highlighter heb ik ook nog naar zitten kijken. Dus ik heb die vergeleken met die van RAM Beauty. En ja, het grappige is, toen de highlighters van RAM Beauty werden gelanceerd en ik ze bijvoorbeeld tegenkwam bij Nikki en wie heeft er meer allemaal getest. Nou, in ieder geval alle YouTubers die dat hebben getest, dat PR-pakket, vond ik die highlighter gelijk top. En ik heb tegen mezelf gezegd, als ik het ooit tegenkom, koop ik die highlighter. Dus ik sta dat te swatchen en vervolgens denk ik van, voor Rare Beauty is eigenlijk veel mooier. Ik denk, ja, ik ga geen 2 dezelfde kleur highlighters kopen. Want die van, ze waren praktisch wel dezelfde kleur. Maar die van RAM was veel minder gepigmenteerd als die van Rare Beauty. Dus ik had zoiets van, nee.
Dus uiteindelijk heb ik het gehouden bij één lipstick. En misschien heb ik wel een beetje spijt dat ik er niet meer uit heb kunnen halen. Het had me wel leuk geleken om een soort van full face te doen. Maar toen dacht ik, ja, ik ga wederom niet kleuren kopen. Omdat toevallig alle andere kleuren uitverkocht zijn. Dus als jullie het leuk vinden om nog eens een keer een full face of zo goed als full face Ram Beauty te zien, dan hoor ik dat graag. Voor nu heb ik het in ieder geval gehouden bij één lipstick. Ze heeft twee soorten lipsticks. Ze heeft de matte lipsticks en dit zijn volgens mij de gel lipsticks. Deze zijn dun, zeg maar. Dus kleine mini lipsticks. Of mini, dunne lipsticks. En gewoon de grote bullets. Ik vind de verpakking tof. Weet je, het moet je ding zijn. Ik weet nog dat ik in de koop of laten lopen het liet zien. En dat heel veel zeiden, het lijkt een beetje Kiko. I don't like it. Ja, ik vind het wel tof. Het is een beetje spacey. En dan kan je hier zo, zeg maar, door het astronautenhelmpje de kleur zien. Ik vind het wel wat hebben. Niks in mijn collectie lijkt hierop. Dus ja, ik vind het wel tof. Nou, dit is in ieder geval de lipstick. Ik heb gekozen voor de kleur Pucker Up. En het is dus de On Your Color Classic Lipstick. Ik vond de kleur best wel weer lastig. Want toen ik Pucker Up swatchte, vond ik hem aan de ene kant een beetje te peach. Maar ik had bijvoorbeeld ook, hoe heet nou die nude kleur? Volgens mij heet die iets met mannequin of silhouette, zoiets. Nou, die was gewoon te bruin. En weer een andere was weer veel te donker. Dus ik dacht, nee, ik hou het toch bij Pucker Up. Ik ga hem even swatchen. En ja, je ziet het al, hij is super smooth, super gepigmenteerd. En heeft toch een beetje een soort van peachy-achtige vibe. Maar ik denk dat hij wel heel mooi is met het potlood van Make Up For Ever. Of bijvoorbeeld met die van Triina. En ik hou heel erg van silky jelly lipsticks. De nieuwe gel lipstick van Shiseido is bijvoorbeeld ook echt super favoriet hier. Dus ik dacht, ja, dit is wel iets wat ik echt ga gebruiken. Ik merk een klein beetje een soort van turn in mijn interesses van oogschaduwpaletten naar lipsticks. Dus dit wordt wel serieus een dingetje met zoveel lipsticks. Maar ik vond hem echt heel erg mooi. Dus ik dacht, nee, ik vind dat ik deze mag kopen van mezelf. Dus dat heb ik gedaan. En de lipstick was €19,99. Ik denk bij een eerstvolgende Sephora shop sessie met Ram Beauty dat ik misschien dus wel wat meer zou kopen. Mocht jij bijvoorbeeld wel een aantal producten van Ram hebben dat je zegt, sure, die moet je echt proberen. Laat me dat dan ook zeker weten beneden in de reacties. Want ja, ik ben toch niet teleurgesteld over het merk. En dan was dit dus mijn vakantieshopblog van Spanje. Nou, ik heb heel erg van deze vakantie genoten. Van de vakantie op zich. Maar toch ook van het shoppen. Ik ben eigenlijk met alles heel erg blij. Ik wist natuurlijk dat ik naar Sephora zou gaan. Maar het is toch altijd even een verrassing welke producten van mijn lijstje zijn er ook echt. Nou, zoals ik het al vertelde, een aantal producten ook niet. Een aantal producten die ik niet had verwacht en die dan toch op je lijstje komen. Dus ik denk dat al met al best wel een goede shopsessie heb gehad. Leuke ontdekkingen waar je gewoon niet van verwacht had dat je ze zou tegenkomen. Toch altijd maar even kijken op het vliegveld of je toch niet leuke dingen tegenkomt. En dat alleen op ook zeker een leuke winkel is. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie van de items vonden. Laat me dat ook zeker weten beneden in de reacties. Vond je het nou weer leuk en wil je vaker shoplogs zien? Laat me dat dan even weten door even je duimpje omhoog te doen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou ik het heel erg tof vinden als jij op mij zou willen abonneren. En dat kun je doen door op de rode abonneerknop te rammen onder de video. En dan word je ook gezellig lid van de Sharkademy familie. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag. Doei!